Maar voor de rest hebben we het nergens meegemaakt dat het de vrouw de upper sekse is. Hè? Dus aan de andere kant, waarom zouden we niet gewoon zeggen, we stoppen pas op het moment dat wij gewoon volledig de dominante sekse zijn. Ja, hè? En jouw ogen gaan hiervan glunderen. Ja, een soort wraak. Laten we het gewoon een paar honderd jaar proberen. Kunnen we daarna praten over een soort gelijke toekomst? In het christendom speelden vrouwen een grotere rol dan we vaak denken. Maria Magdalena koos ervoor om tegen de gewoontes van de tijd in leerling te worden van Jezus, met alle gevolgen van dien. Altijd zijn er vrouwen geweest die de moed hadden om hun eigen weg te gaan, ook nu. In deze serie spreek ik, Marleen Stelling, vier vrouwen met christelijke wortels over hun belevenissen in a man's world. Vandaag is dat presentator Talita Muse, die vaak op seksisme stuit, maar zichzelf er ook op betrapt. Talita, ja. Ik heb wat voormalige collega's van je op een rij gezet. Oké. Okay. En dan wil ik graag van jou horen wat je opvalt. Weinig kleur. Mm-hmm. Ik zie er toch wel veel vrouwen. En valt je nog iets op qua eigenschappen die de vrouwen hebben en eigenschappen die de mannen hebben? Ik vind de vrouwen heel veel personality, heel veel eigenzinnigheid, ook qua hun kleding. Oké. Okay. Ja, ik vind de mannen zijn echt vervangbaar. En ik vind dat de vrouwen allemaal wat uitgesprokenheid, sieraden, eigen stijl. Wat mij dus opviel, ik dacht, jongen, de vrouwen zijn jong en mooi. Ja. En de mannen zijn oud en wijs. Zie jij dat niet ook? Het is wel opvallend dat de vrouwen inderdaad allemaal wel knappe koppies zijn. En dat daar bij de mannen minder volgens mij opgescreend is. Dat klopt. Ja. En qua leeftijd inderdaad de mannen meer senioriteit. Tenminste, dat is dan een beetje het beeld wat eruit naar voren komt. En wat zijn jouw eigen ervaringen in dit rijtje? Want jij hebt hier tussen gestaan, hè, begin dit jaar. Hoe was dat? Ja, dat was echt een achtbaan geweest. Een hele grote, heftige ervaring. Hè, want aan het begin ben ik heel veel enthousiasme en positiviteit ingegaan. En dan denk je echt, ik kan de wereld veranderen. Ik zit aan tafel bij een grote talkshow, terwijl er zulke grote debatten in de samenleving zijn. En ik ben heel activistisch, dus ik hoopte gewoon daar hele positieve bijdrage aan te veranderen. Zo van, nu zit ik zelf aan tafel. Ja. Dus nu kan ik op die debatten in de samenleving toch een soort van, iets wat meer invloed nog gaan hebben dan daarvoor. Ik wou net zeggen, weet je, het zijn echt de thema's waar jij is het duurzaamheid, de politieke verkiezingen die er aankwamen, de coronacrisis, alle gewoon grote debatten in de samenleving. En dan merk je toch wel, daar kom je toch wel van een koude kermis thuis. Dus je denkt van, oké. Gewoon de reacties die er op je afkomen, maar ook hoe moeilijk het is om echt het verschil, voor mijn gevoel, het verschil te kunnen maken in dat soort, in zo'n rol. Wat krijg je dan als vrouw over je heen in de beeldvorming? Dus als jij daar zit? Nou, het eerste wat er gebeurde was dat het beeld werd neergezet van een je hebt je baantje te danken aan je kleur en omdat je een jong meisje bent. Dus ik werd stagiaire genoemd in een aantal pittige columns van Angela de Jong. En dat frame werd gelijk heel snel overgenomen, dat labeltje, door anderen. Hoe komt dat aan dan? Ja, dat is dat deed echt heel veel pijn. Omdat ik niet voor mijn gevoel, dat is zo, al 8-9 jaar professioneel bezig ben met die thema's. Ook professioneel presenteer. Ondernemer ben, dus voor je gevoel denk je, nou weet je, tuurlijk, ik heb niet 20, 30, 40 jaar ervaring, maar ik heb wel wat gedaan. En ik mag hier breng zitten. Wat mee, dus ik mag hier ook zitten. En dan wordt er eigenlijk gezegd van, nou ja, je bent gewoon een meisje wat voor het plaatje erbij is gezet. En je wordt gewoon gebruikt door Op1 om naast Sven een beetje een leuk frivol snoetje te zijn, een opvulling voor het scherm. Ja. Dat is letterlijk dan het gevoel wat je krijgt en dan word je ook toch ook wel wantrouwig naar de mensen met wie je werkt. Omdat je het gevoel hebt van, oh, denken jullie ook misschien zo? Dus dat komt uit de buitenwereld, die reactie. Weet je dat ik me nu je dit zegt ook bijna betrapt voel? Want ik zit net naar jouw oud-collega's te kijken en ik zeg dat dus, hè? Ja. Ik zeg dat. Ja. De vrouwen zijn jong en mooi. Maar ik besef nu pas dat ik dus eigenlijk ook weer dat systeem dan doorvertaal in wat ik vind. Ja. Terwijl het zit aan de andere kant ook. Ja. Ja, we doen het ook allemaal. Hè? Dus ik ben zelf, ik vond het verschrikkelijk wat Angela de Jong bijvoorbeeld deed. En tegelijkertijd weet ik van mezelf dat als ik televisie kijk, ben ik ook een hele harde televisiekijker. Dan zeg ik eens, hou je kop, of waarom zit je weer er doorheen? Of kan dat kind niet wat leuker de make-up doen vandaag? Ik kan ook zo hard soms kijken. En dan
seksisme is wel een onderdeel van hoe we mensen beoordelen. En zeker in de televisie- en de mediawereld. Ja, wat ik mezelf nog kan herinneren van toen ik net begon als presentator, is dat je heel veel input krijgt en reflectie op je uiterlijk. Want ja. Herken je dat ja, ergens, dat er heel veel op je uiterlijk wordt gereflecteerd? Ik heb bolle wangen, dus ik heb een vrij rond gezicht. Dus daar kwamen, nou ja, jij valt niet op. Maar nee. Dat ga je dan doen in die comments op social media, lees je dat dan de hele tijd terug. Of inderdaad dingen over. Het viel eigenlijk wel mee. Ik vond het wel op een gegeven moment heel gek dat een vriend van mij die stuurde door dat ik op een soort hot babes blog of zo stond. En dan stuurde die van, kijk, je hebt het op die blog gehaald. En dacht je, nou, okay, moet ik hier blij mee zijn? Precies, dus het zijn een soort van dubbele prikkels. Zo van dat je aan de ene kant het leuk vindt als je dan iets meer aandacht krijgt op je uiterlijk. En aan de andere kant ook snoeihard wordt neergesabeld. En in mijn geval ging het ook nog heel erg over mijn houding. Dat ik veel met mijn schouders opgetrokken aan tafel zat. En ik las dat jij dat op Insta niet deelde. Dat ja, jij daar dan kreeg ik heel veel comments op. Zo van, kan ze niet normaal aan tafel zitten? Het ziet er niet uit. Ze is te bewegelijk, te fladderelig, te veel met haar handen. Is niet netjes. Nou, het maakt je wel zo zelfbewust. Van, je gaat toch een beetje negatief over jezelf denken of zo. Ja? Zo van, is dan alles niet leuk aan mij of zo? Ja. Dat ben je dat wel gaan denken? Had ik wel even een paar weken toen met die eerste harde columns kwamen. En dan al die negatieve social media reacties. Dat je echt even denkt, ja, misschien hebben ze gelijk. Misschien had ik daar helemaal niet moeten gaan zitten. Misschien, dat dacht ik wel bij mezelf. En wat helpt er dan? Ik heb op een gegeven moment een briefje gemaakt met de namen van 10, 15 mensen die belangrijk voor me zijn. En dat heb ik gewoon zo pam op mijn kast geplakt. En dat zijn de enige mensen van wie ik nu even feedback accepteer. En voor de rest blind ervoor even maar. Maar eigenlijk werd je dus zo overspoeld door de uitwassen van het systeem dat er is. En de mening over vrouwelijkheid, mannelijkheid. Dat je je ervoor moest afschermen. Ik moest me er echt voor afschermen. Ik vond het ook heel heftig die eerste weken dat ik echt dacht, dit is een soort onleefbare druk. Echt waar. Ik vond het echt, want ook, het hoort ook bij dat je ineens gestalkt wordt. Dus ik kreeg allemaal vieze berichten. En heel je inbox zit opeens vol met rare figuren en stalkberichten. En mijn voicemail stond vol met scheldpartijen. Ja, je voelt je gewoon even heel erg, en heel zelfbewust en heel erg in je privéomgeving aangetast. Dat ik echt dacht, jeetje, als dit nu al zo is, dat ik echt dacht, ik weet niet hoe mensen dit volhouden. Ja, en moet je nagaan willen? Als je, weet ik veel, Kim Kardashian bent of zo, weet ik veel wie. Ik vroeg me ook heel erg af, is het het waard? Het waard al die energie die het mij kost om mezelf te beschermen en mezelf mentaal gezond te houden, is dat het waard ten opzichte van, dat je dan daar op dat podium mag zitten en dingen kan doen? Is het ook onrecht? Het is wel onrecht omdat het, kijk, ik geloof wel dat als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, ik heb dat ook zelf gedaan en ik ben ook heel ambitieus. En ik zou ook nog steeds het weer doen. Ja. En als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan vang je meer wind. Dat is op zich ook terecht. En ik vind ook zeker op inhoud, moet je mij vol bekritiseren. En ook op of je vindt of ik wel of niet goed kan presenteren. Dat, ik ga er zitten, dus ik denk ik kan dat. Nou, dan mag je me daar ook, vind ik, op beoordelen. Maar dat het scheef is, dus dat het stukje seksisme erin, of het stukje racisme of discriminatie erin, dat is ook nog een mengeling van dingen, want dat komt dan ook nog eens, gaat door elkaar heen. Dat is onrechtvaardig. Dat geeft een bovengemiddelde hoge druk. Waardoor denk ik ook oprecht veel mensen, veel vrouwen of gekleurde vrouwen, dit soort dingen uit de weg gaan, dit soort kansen. En daardoor hun stem niet voor hun stem kunnen opkomen in het debat. En het onrecht is dan dus, hè, om het even goed in kaart te brengen, dat je dus niet voor vol wordt aangezien. Dus het is niet, Talita zit daar met alles wat ze heeft meegemaakt en haar inzichten, de dalen, de pieken, de wijsheid, de goede vragen. Je wordt niet vragen. Als persoon gezien, nee. Nee, maar je wordt Talita met de hoog opgetrokken schouders en sorry dat ik het citeer en dan bolle wangen of zoiets. Dat word jij dan, terwijl je dat niet bent. Nee. Kijk, want je kan zeggen, wat maakt dat allemaal uit? Maar het is toch een beeld wat gaat leven. En waardoor het niet gaat over hoe jij het doet. Waardoor het niet over jouw inhoud gaat, wekenlang niet. En dat voelt als oneerlijk. En op het moment dat je het aankaart, dat is ook het oneerlijke ervan. Op het moment dat je het benoemt, dan druk jij jezelf in de slachtofferrol.
En dan probeer je de aandacht te vestigen bij je zielig verhaal, dat je een kleur hebt en dat je benadeeld zou worden, mm-hmm. want je kan gewoon niet tegen kritiek. En, dus het is aan alle kanten zit je eigenlijk vastgebonden, want je moet het wel over je heen laten gaan. En als je er wat van zegt, dan heb je het creëer je het zelf dat je het over je kleur of over je vrouw zijn wil hebben. Dus het is gewoon heel giftig. Ja, en wat denk je dat er dan onder het onbewuste van ons allemaal dan schuil gaat? Is het een behoefte aan vrouwen kunnen controleren of zo? In de oorsprong van dit probleem? Nou, ik heb het ook met media mensen over gehad. En die zeiden ook letterlijk, die hebben echt en dit zijn echt prominente mensen uit de mediawereld. Die hebben letterlijk tegen mij gezegd, ja, maar het is gewoon voor de kijker ook heel erg wennen. Dat normaal gesproken die senior man... die hen de wereld duidt en vertelt wat er nieuws is gebeurd en hoe ze zouden moeten denken. Dat nu opeens een jong meisje dat hen gaat vertellen. Zij hebben hun vaste gezicht die voor hen de beschouwingen doet op de politiek. Dus dat moet je begrip voor hebben. Ja, alleen het woord meisje al, toch? Ja, maar er werd ook letterlijk tegen mij gezegd van je bent te ongeduldig. Dus je moet het accepteren en je moet hen ervan overtuigen dat jij ook inhoud hebt en dat jij met recht daar zit. Want het is logisch dat mensen zo reageren op jou. En vonden mensen dan van jou iets anders als je bijvoorbeeld iemand onderbrak in een antwoord dan wanneer een man dat doet? Ja, heel erg. En dat heb ik ook echt een keer. Het was wel grappig, want ja, ga ik dit zeggen? Ja, ik kreeg zelfs van mijn eigen boer, mijn lieve boer en goede vrienden, kreeg ik dan ja, Talit. Heel veel mensen op social media zijn boos, want je bent te veel aan het interrumperen. Dus daar moet je echt even rekening mee houden. En toen ben ik dat ook een keer gaan terugkijken met iemand die me hielp bij die uitzendingen om het gewoon te turven. En dat bleek gewoon niet het geval te zijn. Het bleek dat ik gewoon even vaak als mijn mannelijke co-host iemand onderbrak. En in zijn geval werd dat dan toch gezien als, nou, lekker grip op het gesprek, zit er lekker kort mm-hmm. op, scherp, is wel daadkrachtig. Hij weet van wanten. Ja, weet van wanten, had diegene even flink bij de klem. Ja. En in mijn geval werd dat dan toch gezien als, waarom laat je die mensen niet uitspreken, dwars door de experts heen. Je zo genodigd de voorgrond, dat vooral. Dat je dan wordt verweten dat je dat doet om de voorgrond te willen pakken ten opzichte van je gasten. Dat is denk ik ook iets wat vaak vrouwen wordt verweten van, die willen daar zitten om bewonderd te worden of de aandacht te krijgen. Ja. Terwijl als je het gewoon timed, je gewoon zelfs minder aan het woord komt in alle uitzendingen dan de mannen. Ja, dat is best wel ingewikkeld. Het beeld is zo scheef, terwijl de realiteit is juist ongelijk, maar dan de andere kant op. Dat je als vrouw minder interrumpeert, minder aan het woord bent, minder opvalt. Ja. En het beeld is het tegenovergestelde. En dat is zo, dat maakt het zo moeilijk te bevechten. Ja, en ook dat alles er zo mee doorspekt lijkt. Het zit in alles verweven. Het is de spreektijd, de tafelgasten, ook de keuze voor mensen aan tafel. Weet je ziet ook heel vaak van die onderzoeken van hoe vaak zitten vrouwelijke experts aan tafel. Bij ons werd ook letterlijk op de redactie wel een beetje zo gezegd van vrouwen die hebben iets meer, die komen minder als autoriteit over op de kijker. Dat werd gewoon als een soort van gegeven gezegd. Van nou, de kijker ziet vrouwen toch minder als autoriteit. En doe jij er nu zelf ook aan mee? Heb je ook het idee dat jij ook meer autoriteit toedicht aan mannen bijvoorbeeld? Ik denk van mezelf heel erg van niet, omdat ik ook veel ermee bezig ben. Maar ik ben wel een keer bij een dagvoorzitterschap ervan beschuldigd dat iemand tegen mij zei, echt, die stond op in de zaal en die zei, ja, sorry, maar ik moet hier echt wat van zeggen. Al het hele congres geef je alleen maar mannen het woord uit de zaal en niet de vrouwen. En toen heb ik hem teruggegooid, die zaal, en zo van, nou, handen voor de mensen die vinden dat ik heel seksistisch was het afgelopen congres en dan handen voor de mensen die dat niet waren. En gelukkig vonden heel veel mensen dat het allemaal onzin was. Maar toen dacht ik toch, ja, zou het zo zijn? Zou het zo zijn dat ik misschien toch sneller dan, omdat bijvoorbeeld die mannen dan misschien hup, ferm hun hand omhoog steken en die vrouwen misschien zo hun hand houden, dat je dan toch sneller die mannen weer eruit pikt van, die komen dan meer voor zichzelf op zo'n moment. Ja, dat zou best kunnen. In dit gesprek, in dit debat, dit onderzoek is het ook belangrijk dat we de nieuwsgierigheid en de mildheid ergens naar elkaar toe bewaren, toch? Ja, het enige is alleen, en dat is heel vaak zeggen mensen van we moeten inderdaad, het gevecht is nu toch wel gestreden. We moeten er inderdaad, het gaat zich vanzelf nog een beetje oplossen, die laatste omgangsvormen. Maar dan denk ik, ja, maar we hebben het eigenlijk nooit echt heel erg meegemaakt op een paar culturen na die volgens mij waar matriarchaten ook bestaan. Maar voor de rest hebben we het nergens meegemaakt dat het de vrouw de upper sekse is, hè?
Dus aan de andere kant, waarom zouden we niet gewoon zeggen, we stoppen pas op het moment dat wij gewoon volledig de dominante seks zijn? Ja, en jou, laten we jouw ogen gaan hiervan glunderen. Ja, een soort wraak. Laten we het gewoon een paar honderd jaar proberen. Kunnen we daarna praten over een soort gelijke toekomst? Misschien moeten we gewoon even... En hoe ziet die samenleving eruit wat jou betreft? Als je dan toch kijkt naar nu op dit moment de machtsposities, er is pas weer zo'n grote top geweest van regeringsleiders. Als je dan die foto's ziet, dan is de realiteit dat gewoon, 85%, 90% van die regeringsleiders, heads of states, dat zijn gewoon allemaal mannen. Dat heeft ook invloed op de uitkomsten van de besluiten die we nemen. En dan denk ik, het gaat er niet heel goed aan toe op dit moment in onze wereld. We staan voor enorme uitdagingen. We kunnen dat niet meer loskoppelen van de mensen die uitdagingen maken. En dat is ook hun afkomst, maar dat is ook het feit dat het voornamelijk mannen zijn. Ik denk, laten we het dan maar gewoon eens even proberen. En dan moet je misschien wel wat kunstmatiger ingrijpen en gewoon zeggen, de volgende premier moet een vrouw zijn. Laten we dat model eens gaan proberen. Ja. En dan kunnen we daarna wel weer verder gaan kijken van hoe gaat het op een natuurlijke manier. Ga je ervoor zorgen dat het allemaal wat gelijker wordt. Maar misschien moeten we er gewoon iets feller in zijn en gewoon zeggen van, we willen weten uit nieuwsgierigheid, hoe ziet vrouwelijk leiderschap eruit? Hoe ziet het eruit als wij 80% vrouwelijke wereldleiders hebben? Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ja. En ben je er dan niet ergens ook bang voor dat dan dus de vloedgolf aan ellende die je nu al over je heen krijgt als je een man interrumpeert op tv, dat die dan nog veel groter wordt en dat alleen nog maar een steeds feller verzet wordt? Ja, waarschijnlijk wel. Maar dan denk ik ook bij mezelf, ik ben eigenlijk veel te netjes in dit hele debat. Weet je, probeer met goede vrouwen, dus zeg maar de kant die voor zichzelf op moet komen, moet met argumenten, met rapporten. Dat zie je ook altijd in die discussie over die loonkloof. Ja, is het nou 4% of is het nou 9%? En hoeveel ertussen is dit en dat en dat? Gecorrigeerd voor dat. En ik denk dat het eigenlijk van de zotte dat je op zo'n hele, alleen op een hele nette manier dit punt mag maken. Misschien moet ik wel. Moeten we wat dat betreft gewoon veel feller worden. Gewoon echt verwoorden. Gewoon zeggen, wij willen de macht pakken als vrouwen. We willen jullie gewoon even een tijdje lang gaan onderdrukken. Zoals de vorige eeuw al is gebeurd. Ja. Een soort beeldenstorm organiseren. En we gaan overal vrouwelijke symbolen van macht en kracht neerzetten. Misschien een ander persoonlijk voorbeeld. Ik krijg dus af en toe van die rare appjes van mannen die je dan plagen. Of het nou dickpics zijn of appjes van ik wil je slaaf zijn. En dan denk ik van waarom heb ik nou niet de kracht om dat gewoon eens een keer even helemaal om te draaien. Om gewoon eens even dat terug te gaan spelen. En waarom blijf ik zo netjes? Weet je wel? Mm-hmm. Waarom gooi ik dat niet het internet op? Waarom maak ik er niet even misbruik van? Om die mannen eens even op hun plek te zetten. En ze even flink te laten voelen van, hey, weet je wel, dit is wat dat doet. Denk je dat mannen zich dan in hun buik ook ondersteund voelen door het patriarchaat van vele beschavingen geleden? Ja, daar wordt natuurlijk veel over gesproken. Ik denk dat weinig individuele mannen, als je die vraagt van, hè, wil je lekker weer eens vandaag het patriarchaat in stand houden, dat ze dan zullen zeggen, ja, yes, daarvoor ben ik op aarde. Maar het is, ja. Je kan er je ook niet aan, je kan je niet aan de geschiedenis onttrekken. Die rolpatronen en die ingesleten vooroordelen, dat seksisme, dat is eeuwen oud. We zitten hier in een kerk. Hoe de kerk de vrouw ook heeft neergezet als alleen maar een soort heilige maagd in de moederrol. En alles wat verleidelijk is en onafhankelijk is en sterk is, dat is afleidend. Dat moet je een beetje bedekken en dat is zondig. Dus dat heeft natuurlijk door eeuwen heen, heeft dat effect op die jonge mannen van vandaag. Ja. Wat ik wel als een hele grote uitdaging zie, is dat er twee dingen soms botsen. Is dat je aan de andere kant ook nog een soort, aan de ene kant willen we die gelijkheid en gelijkwaardigheid. En als vrouwen staan we gewoon volledig in economische zin, wil je gewoon op gelijke voet staan en qua carrièrekansen en alles. En tegelijkertijd heb je op meer psychologisch, relationeel vlak, hebben we ook nog oude behoeften. En in de zin van, ik vind het heel lekker als een man in een relatie wat dominanter is en dingen regelt of mij heel veilig laat voelen. En dat zijn soms van die hele tegenstrijdige dingen, vind ik. Mm-hmm. En ik vind een soort van de worsteling is dat we, het kan nu zijn, alleen maar als een soort van correctiemechanisme, dat we even doorslaan. Dus dat je even niet meer mag zeggen, ik voel me heel vrouwelijk of wat is echt typisch mannelijk. Omdat we het zo graag wat meer dat gelijk willen trekken, na al die eeuwen van ongelijkheid. Maar ik denk dat er daarna wel weer een soort van
gezonde balans mag komen. Dat je ook mag zeggen, ja, ik vind het wel lekker als een man gewoon even lekker mannelijk. Dat dat ook, zeg maar, moet kunnen. Ja. En die twee, die behoefte, ik heb dat bij mezelf, ben ik daar ook nog niet over uit. Want aan de ene kant wil ik een man die hetzelfde doet in het huishouden en ook voor de kinderen wil zorgen. En aan de andere kant wil ik ook heel traditioneel dat hij wel een honkbalknuppel pakt als er wordt ingebroken. En dat ga ik echt niet doen. En hij wel de beschermende rol heeft of wel lekker af en toe voor mij betaalt. Mm-hmm. En dat zijn hele tegenstrijdige behoeften waar je niet... Die zijn zoveel ouder dan onszelf. Die zijn denk ik deels biologie, heel sterk cultuur en opvoeding en eeuwenoude doorwerking. Daar kunnen we ons, we kunnen ook niet helemaal te streng voor onszelf zijn, vind en, ik. En hoe vind jij daar dan zelf je weg in? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Kijk, in de kern wil je in de eerste plaats als mens worden beoordeeld en op je inhoud. Volgens mij is dat wel echt de diepste behoefte die je hebt. Dus hoe graag ik ook het fijn vind om ook af en toe als een lekker wijf te worden gezien. Daar kan ik ook lekker van genieten. Maar het allerbelangrijkste is dat het op momenten... Ik denk dat dat misschien het belangrijkste is. Dat ik het belangrijk vind dat ik om mijn inhoud word gezien. En dat die mogelijkheid er is. En dat ik daarin geen beperkingen ervaar. Ja, dat is denk ik wel iets waar we nog steeds voor op moeten blijven komen. En nu weet ik dat jij je ook op heel eigen wijze ook weer verbindt aan juist de christelijke traditie en gedachtegoed. Ja. Ervaar jij daarvanuit juist ook steun in die zoektocht? Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Ik denk juist dat het christendom, door wat ik net zei, best wel die ongelijkheid zeg maar juist heeft bevorderd tussen mannen en vrouwen. Ik vind het soms ook nog best wel onwerkelijk dat er nog steeds een christelijke partij is bijvoorbeeld die gewoon echt vrouwen nog niet dezelfde rol bijvoorbeeld toebedeelt in de politiek. Dat vind ik best wel bijzonder. Ik denk anno 2021, dat vind ik apart. En hoe werkt dat dan voor jou, dat het ook een inspiratiebron is? Ja, ik denk dat zeg maar het geloof echt een persoonlijke beleving is en wat het instituut ermee heeft gedaan. Ik ga bijvoorbeeld zelf heel weinig naar de kerk en ik heb gewoon niet zo heel veel met de dogma's en bijvoorbeeld is dat hele dogma rondom Maria, de heilige maagd en Jezus is verwekt zonder dat zijn ouders seks hadden, weet je, dat hele absurde idee. En alsof Jezus niet gewoon in zijn leven ook gewoon vrouwen had of relaties had of wat dan ook. Ik vind dat heeft het instituut gedaan, de organisatie gedaan en ik denk dat heeft voor mij minder met mijn relatie tot God te maken en mijn persoonlijke geloof. Ik denk dat dit probleem van seksisme echt dus gewoon meer een soort cultureel samenlevingsprobleem is. Mm-hmm. Waar de kerk helaas dus niet een positieve bijdrage aan heeft geleverd. Ja. Als ik het naar mezelf kijk, dan heb ik wel het gevoel dat zeg maar mijn spiritualiteit, mijn relatie met boven, dat mij juist wel helpt om ook mezelf dan weer opnieuw te zien in mijn volle aanwezigheid en wie ik ben. Dus als ik denk aan wat jij zei, van ja, toen ik het helemaal niet meer zag zitten, heb ik een lijstje gemaakt met 15 mensen die mij zien zoals ik ben. Ja, voor mij is dat wel een geloofsding. Dat klopt wel. Ja, omdat je wel daarin in de eerste plaats... Ik zei net van ik wil in de eerste plaats gezien worden op mijn inhoud en als Talita. Maar als ik dat gelovig zou moeten uitdrukken, dan wil ik in de eerste plaats een kind van God zijn. Dat is natuurlijk even een hele christelijke manier om het uit te drukken. Maar dan ben je dus een kind. En dan ben je niet een jongen of een meisje. Hè? Dus dat voor God maakt niet uit of je jongen, meisje bent of daartussen of het niet weet. Mm-hmm. Dat is jouw persoonlijke lijn. En dat wil je in de eerste plaats, wil je dat zijn. Wil je gezien worden, gewaardeerd worden, het gevoel hebben dat er iets groters is in mij, dat is dan wat ik geloof, toch naar jou omkijkt. Dat je niet ongezien en door het leven gaat, maar er iets groters jou bijstaat in je leven. En dat is ongeacht of je man of vrouw je heel mannelijk of vrouwelijk voelt. Ja. Dankjewel. Dankjewel, ja, bedankt. Leuk dat je keek naar dit gesprek. Laat weten wat je ervan vindt in de comments en abonneer op dit kanaal.